Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer verder in mijn creatief dagboekje. Ik heb een hele drukke week gehad. We hebben de voortuin aangepakt. We hebben de achtertuin aangepakt. Mijn man was vrij een aantal dagen en we wouden het er eigenlijk van nemen. Ik moet zeggen dat het mij behoorlijk is tegengevallen. Ik heb buiten dat dus ook niet zo heel veel gedaan. Het viel mij zwaar. Ik merkte gewoon dat ik heel snel buiten adem ben. En eigenlijk dat mijn conditie nog lang niet weer is wat hij geweest is. Dus goed. Ik wou het klaar hebben, dus ik ben ook gewoon doorgegaan. En ik ben heel blij, het is nu klaar. We hebben nu een mooie voortuin, een mooie achtertuin. En laat de zomer maar komen, zou ik zeggen. We kunnen ervan gaan genieten. Nou, ik had al een pagina, de laatste die ik gefilmd had met jullie. Dat was deze pagina, die zwarte pagina met die witte Posca-marker. Nou, ik had toen verteld, zondag zou ik een workshop gaan doen van Diane Riefli. Die heb ik gedaan. Ontzettend mooi. Ik heb geleerd hoe ik moet werken met sprays. Ik moet zeggen, het is niet echt mijn ding. Ik weet ook niet of het echt mijn ding gaat worden. Ik vind de resultaten heel mooi. Maar ik ben toch iemand die liever werkt met verf. Maar goed, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Maar ik heb het wel geleerd. Ik heb er ontzettend van genoten. En we hebben mooie pagina's gemaakt. Nou, ik heb daar snel een pagina van gemaakt. Maandags, want we zijn maandags begonnen met de tuin. Niet veel tijd. Ik was moe. Dus snel even een pagina gemaakt. Nou, de pagina van maandag is ook een pagina die snel te maken is. Ik heb wat gedoodeld. Ik heb wat geschreven. En ik heb die cuts gebruikt van Art by Marleen. Dat zit in die boekjes. Die kun je zo uitdrukken, die plaatjes. Ik heb ze een compositie gemaakt. Vastgelijmd. Daarna met een zwarte Posca marker omtrokken. En ja, de pagina was eigenlijk vrij snel klaar. De pagina van dinsdag. Weer een snelle pagina. Washi tape eromheen geplakt. Er zat geen kader om deze pagina. Dus snel even een washi tape kader gemaakt. Washi tape is van de Action overigens. Mooi zwart-wit. Ik vond het wel mooi. Er staan rozen op. Ik zal hem iets dichterbij laten zien, dat je het goed kunt zien. Er staan mooie rozen op. Ik vond het wel heel toepasselijk. En een snelle pagina. Wat ingeschreven, niet te veel aan gedaan. Nou, eigenlijk de volgende dag weer hetzelfde verhaal. Niet te veel tijd. Dus ik heb wat gedoodeld. Ik heb nu wat teksten erbij gezocht, bijgeplakt. Met een zwarte marker er weer omheen. En mijn pagina was eigenlijk alweer klaar. De donderdag, de 28e. Nou ja, dat was wel een beetje een bijzondere dag voor ons. Mijn vriendin Agnes, die ging officieel met pensioen. Dus we hebben een klein feestje gevierd met elkaar. En we hebben er gewoon een gezellige middag en avond van gemaakt. Nou, daar heb ik deze pagina van gemaakt. Bloemen, omdat we natuurlijk ook weer bezig waren in de tuin. Tekst erbij en een datum. Nou ja, een beetje gedoodeld. En dat was het eigenlijk. Nou, de vrijdag. Ja, ik was eigenlijk kapot. Ik was heel moe van toch een hele week hard werken. Alleen een tekst, een klein beetje gedoodeld en de pagina was klaar. Nou, vandaag ga ik dus een dubbele pagina maken en ik ga foto's gebruiken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik heb gewoon foto's gemaakt van onze vernieuwde tuin. En ik heb ze met mijn telefoon gemaakt. Vervolgens heb ik ze via de computer met Word, daar heb ik de foto's ingeplaatst. Ik heb ze verkleind. En ik heb vervolgens de fotootjes geprint op een A4 formaat fotopapier. Dat heb ik in mijn printer gedaan. En zodoende heb ik de foto's dus uitgeprint zelf. Nou, dat is heel makkelijk. Dan kun je zelf de formaat aanpassen die jij gewoon wilt gebruiken. Nou, ik heb er gewoon kleine fotootjes van gemaakt. En ik ga deze gebruiken op mijn pagina.
Je ziet, deze pagina heeft nog geen kader. Dus ik heb hier washi tape. Deze heb ik gekocht bij de Action. Deze ga ik gebruiken om een kader te maken. En vervolgens ga ik de foto's in plakken. Ik ga nog wat doodelen. Ik ga er een datum bij stempelen. Ik heb deze leuke stempel nog bij de Action weggevist. En geen idee of het een nieuwe is. Ik had hem in ieder geval nog niet. Dus ik ga hier de datum mee stempelen. En ja, we gaan er gewoon een mooie pagina van maken. Niet zo heel moeilijk. Daar heb ik nog niet zoveel zin aan vandaag. Kinderen liggen in bed. Ik heb de tijd. Maar ja, ik heb ook wat andere dingen om me heen gezet. Ik heb mijn verfjes uitstaan. Ik wil zo nog even lekker aan de slag met iets anders. Dus ik wil niet al te veel tijd aan de pagina gaan besteden. En dat hoeft ook niet. Zo kun je het gewoon, heb je iets meer tijd, heb je iets meer zin, dan maak je er een uitgebreide pagina van. Heb je niet zo heel veel zin, nou, dan hou je het simpel. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga beginnen met wat te doodelen. Dat doe ik dus met mijn Posca marker. En ja, alles wijst zich zometeen vanzelf. Ga gewoon kijken wat ik doe. Ik praat jullie er doorheen. En ja, dan maken we er gewoon een leuke pagina van. Zoals ik al zei, ik ga beginnen met doodelen met een Posca marker. Nou, er staan heel veel structuurtjes op. En wat je gewoon kunt doen, is dat je er één structuurtje uitpakt, die je vervolgens gaat uitlijnen. En ik pak hier de vierkantjes weer, gewoon omdat ik het ook heerlijk vind om ze te doodelen. Het hoeft niet zo heel netjes. Je kunt het gewoon heel losjes gaan doen. En dat vind ik zo heerlijk aan dit patroon. Eigenlijk is dit gewoon echt ontspanning. Tenminste voor mij wel. Ik vind dit ontzettend leuk om te doen. Vind je dat niet? Dan doe je het gewoon niet. Het is jouw dagboekje, dus jij mag er gewoon mee doen wat jij wil. Ik draag je alleen een aantal ideeën aan. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Nou, ik heb hier de vierkantjes gedaan. Ik zie hier hele leuke bloemetjes. Nou, die ga ik een beetje accentueren. Nogmaals, het hoeft niet netjes te gebeuren. Waarom doe ik het niet netjes? Nou, als je het heel netjes doet en je maakt één klein foutje, dan is dat kleine foutje is gelijk heel erg zichtbaar. Doe je alles slordig, nou, dan valt het gewoon niet op. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou, ik vind het prima zo. Ik laat dit voor wat het is. Nou, ik zei al, ik ga washi tape gebruiken. En daarmee ga ik een kader maken. Ik vind het prettig om wat langere stukjes washi tape te hebben. Ik knip ze later wel op maat. Ik ga ze niet strak tegen de kantjes aandoen. Deze keer. Ik ga weer eerst de lange kanten doen. Laat dus echt een stukje open. Een klemmetje eraf. Ik vind het makkelijker om wat lange stukjes te hebben. Die ik dan later op maat kan knippen. Maar vind jij het fijner om het op een andere manier te doen? Ja, dan moet je dat gewoon doen. Ik laat de stukjes nu nog even uitsteken. Die ga ik straks namelijk nog even omhoog halen. En ik ga er wat lijm onder doen. En dan laten de stukjes washi tape ook echt niet meer los.
Ik zet hier nog even een klemmetje weer vast. Nou, ik doe gewoon de stukjes tape even een stukje terug. En dan pak ik even een lijmstift erbij. Op deze manier zet ik dus de stukjes tape vast. Pak er even een schaartje bij en ik knip alles netjes bij. Ik vind het gemakkelijker om het zo te doen. Maar heb jij dus een andere manier? Is allemaal prima, hè? Gewoon je eigen manier doen. En zo knip ik gewoon alle randjes netjes bij. Dus ik ga er eerst even onderdoor met een lijmstift. Dan weet ik zeker dat alles goed vast zit. En dan ga ik het bijknippen. Nou, dat ga ik dus ook met de andere hoekjes doen. Als ik dat gedaan heb, kom ik bij jullie terug. Het kader is klaar. Het kader zit eromheen. Ik ga het straks nog even aanzetten met een zwarte Posca-marker. Maar ik ga eerst even mijn foto's neerleggen zoals ik ze wil hebben. Ik zorg ervoor dat ze een beetje verspringen. Een klein beetje over elkaar heen lopen. Zodat ik er een beetje een speels geheel van krijg. Ga kijken hoe ik het hebben wil. Ik ga deze wat hoger plaatsen. Dan heb ik hier nog wat ruimte om wat te schrijven. Ik kan er nog een datum op kwijt. Nou, ik ga beginnen met de onderste foto. Ik gebruik gewoon mijn lijmstift weer. Zoals ik ook al in de vorige video's heb verteld, gebruik een goede kwaliteit lijmstift. Dat scheelt echt een hoop ergernis. Ik pak even een velletje keukenpapier. Dat ik even goed de foto vast kan drukken zonder dat ik gelijk lelijke vlekken op krijg. Deze gaan we eerst doen. Nou, waarom gebruik ik dan een lijmstift? Nou, nogmaals, ga je dit doen met vloeibare lijm, dan gaat het heel erg bobbelen. En dat wordt echt lelijk. Dus doe dat vooral niet. Zeker niet als jij ook, net als ik, in die boekjes van de Action werkt. Dat is heel dun papier. Wil prima. Maar gebruik wel een goede kwaliteit lijmstift. Nou, ik druk alles even aan. Wat je eventueel nog zou kunnen doen, ik heb er zo geen eentje bij de hand, is dat je met een breier eventjes hier overheen gaat rollen. Maar even goed aandrukken. En de foto's zitten wel vast. Hetzelfde ga ik met deze doen. Dus ik lijm mijn foto's goed vast. En ja, ik plak ze nou over wat ik net gedoodeld heb, maar wat je natuurlijk ook heel goed kunt doen hier, is dat jij onder de foto's, waar dus de foto's komen, dat jij daar een tekst gaat schrijven. Iets wat jij wat je kwijt wil, maar wat je niet wil dat iedereen dat kan lezen. Nou, dat kun je natuurlijk prima doen onder die foto's. Alleen jij weet het eigenlijk maar. Niemand weet dat daar wat onder staat. Maar toch kun jij daar je teksten in kwijt. En niet gelijk iedereen ziet wat jij geschreven hebt. Dus ben je boos op iemand, schrijf het onder de foto's. En jij bent het kwijt. En niemand die het ziet.
De foto's zitten vast. Het kader zit eromheen. Ik pak mijn zwarte Posca-marker en ik ga overal even omheen. Dus om de foto's, om het kader. Je kunt ook over de foto's heen schrijven. Ga ik ook doen. Dus ik ga, deze zit er overheen geplakt. Ga ik het lijntje er ook overheen tekenen. Het enige waar je even op moet letten met de foto is dat het gewoon wat langer droogtijd nodig heeft. Dus pas even op dat je er niet langsheen wrijft. Want dan kun je gewoon vlekken krijgen. Ik ga dit even doen. Ik ga ook gelijk even helemaal om het kader heen. Dus ook hier ga ik aan beide kanten met mijn Posca-marker langs. Ga ik iets eroverheen. Wat ik nu doe. Wat je even dan heel snel kunt doen, is dat je een babydoekje pakt. En je veegt er zo even weer omheen. Kunt er dan niet gelijk weer overheen. Laat het even goed drogen. En je zult zien, je ziet er niks meer van. Zolang de Posca-marker nog nat is, kun je het snel met een babydoekje weghalen. Zeker als je de ondergrond watervast hebt gemaakt. Nou, er is hier acrylverf gebruikt, dus dat is watervast. Dus daar kun jij prima met een babydoekje overheen. Er gebeurt helemaal niks. Dus ga jij een beetje scheef met je Posca-marker. Helemaal niet erg. Ga er snel even overheen met een babydoekje. En dan poets je het gewoon weer weg. Nou, ik ga dit even doen en dan kom ik bij jullie weer terug. Nou, ik ben overal omheen geweest. Je kunt dit natuurlijk nog veel verder gaan doen door er een schulprandje omheen te maken. Ik doe dat nu niet. Ik wil er niet al te veel tijd in kwijt vandaag. Maar ja, natuurlijk kun jij er nog een mooi kadertje omheen gaan tekenen. Ja, wat jij eigenlijk maar wil. Ik wil hier nog iets schrijven. Ik wil hier nog een datum stempelen. Nou, ik zei het al. Een leuke stempel van de Action. Het is vandaag de 30ste als ik goed heb. Ja. Even voor de zekerheid checken. Natuurlijk kun je de datums ook gewoon, maar ik wou het even voor de zekerheid weten. De 30ste. Dus ik ben een 3. En een 0 nodig. Ik ga gewoon even een klein stempelblokje. Ik ga de cijfers ga ik één voor één stempelen. Ik doe ze dus niet samen. Ik vind het ook niet erg als de ene iets hoger komt dan de andere. Ik gebruik trouwens inkt van Archival. Maar ja, het maakt eigenlijk niet uit welke inkt jij natuurlijk gebruikt. Ik ga de 3 hier stempelen. Geef de inkt ook even de tijd om in het papier een beetje te trekken. Dus het moet wel hechten aan het papier. Is je het nog niet helemaal donker genoeg, kun je er altijd nog ja, wat gaan bijwerken met een zwarte marker. Het is maar net wat jij wil. Ik ga de 0 er nog even bij stempelen. Dus ik doe de cijfers los van elkaar. Zo kan ik ze vaak ook dichter naast elkaar gaan stempelen. En als de ene iets hoger zit dan de ander, dan geeft dat niet zoveel. Hij blijft een beetje vastplakken. Geeft allemaal niks. De kwaliteit is natuurlijk anders, maar ik geloof dat deze 79 cent kosten. Nou, dat is natuurlijk ook niks, hè. Dus daar mag je ook niet al te veel van verwachten. Nou, ik heb de datum. Ik kan er nog wat omheen gaan tekenen.
ga er even een vierkantje omheen maken. Dan kader je eigenlijk de cijfers een beetje. Ik laat de inkt even drogen. Dan kijk ik even of ik het donker genoeg vind. Ik kan ze altijd nog wat bijwerken met mijn, met mijn zwarte Posca-marker. Pas daar wel een beetje mee op. Want je gaat misschien ietsjes buiten de lijntjes. En ik vind het eigenlijk ook niet weer zo erg. Dit is een creatief dagboekje. Het hoeft allemaal niet zo netjes. Het is juist dat je alles moet loslaten. En dus ook dingen die niet zo goed zijn gestempeld bijvoorbeeld. Ja, dan moet je je ook eigenlijk niet zo druk om gaan maken. Nou, ik wil hier nog wat bij gaan schrijven. Dus ik ga even een liniaaltje erbij pakken. Mensen trouwens, dit is een heel oud lineaaltje al van Marianne Dessin. Ik heb hem hier meestal wel bij mij liggen. Ik gebruik hem eigenlijk alleen om, om langs te tekenen. Hij is niet zo groot, dus ik vind het wel fijn om hem zo bij mij te hebben liggen. Nou, ik ga wat lijntjes plaatsen. En ik ga er wat bij schrijven. Zoals ik al zei, gewoon schrijven. Ik maak dan vervolgens balletjes aan de letters. Aan elke uiteinde doe ik een soort van balletje. En ineens lijkt jouw handschrift heel anders. Dat is gewoon echt een trucje. Dus ook al kun jij niet mooi schrijven, schrijf gewoon eens in je eigen handschrift. Maak aan elk uiteinde een balletje en je zult zien dat het in één keer heel anders lijkt. En dat is echt iets wat je gewoon, ga dat eens oefenen. En natuurlijk is zo'n boekje als dit natuurlijk ook een hele mooie kans om gebruik van te maken. Ga gewoon eens schrijven in je boekje. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Maar je kunt het zo wel mooi oefenen. Bij mij is het ook zeker niet perfect. Ik had hier geen lijntje. Ik heb er toch een woordje neergezet. Ik kwam wat ruimte tekort. Maar jongens, het geeft allemaal niets. Laat het gewoon allemaal los. En je zult zien dat jij ook steeds meer plezier gaat krijgen in het schrijven. Doordat jij dingen gewoon loslaat. Dat je er niet te veel bij nadenkt. En het is voor jezelf wat je aan het doen bent. Jij bent een dagboekje aan het maken. En of jij nu dingen erbij schrijft of niet. Het is jouw boekje. Het zijn jouw pagina's. Dus doe gewoon wat jij leuk vindt. Ik heb er dit van gemaakt. Ik ga nog even een witte Posca-marker pakken. Ik laat dit gewoon zo. Ik ga dit niet verder zwart maken. Het enige wat ik ga doen is wat accentjes toevoegen met mijn witte Posca-marker.
En ik vind hem eigenlijk wel klaar voor vandaag. Het hoeft altijd niet zo moeilijk te zijn. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Ik heb gewoon wat fotootjes. Die heb ik gemaakt met mijn telefoon. Ik heb ze in Word, heb ik ze in een document, heb ik ze geplakt. Ik heb ze verkleind. Ik heb meerdere fotootjes op een A4 gemaakt. Vervolgens uitgeprint op fotopapier. De fotootjes uitgesneden. Ik heb ze allemaal gelijmd met mijn lijmstift. Ik heb hier de lijmstift van de Dilutions. Maar gebruik gewoon die jij hebt. Eentje van de Prit. Die heb ik hier liggen. Is heel prima. Is goede kwaliteit. Ik heb hier mijn andere nog liggen. Deze is van de Bison. Kun je kopen bij de Action. Super. Echt, die blijft heel goed zitten. Heb jij die andere van de Action, die wit met blauw is dat geloof ik, niet doen. Dat laat op een gegeven moment gewoon weer los en alles valt er weer af. Dus doe dat gewoon niet. Neem gewoon een goede kwaliteit lijmstift. En ja, je hebt er gewoon veel langer plezier van. Nou, ik ga deze pagina nog maken. En ik ga hier dus een overzichtje maken van de maand mei. Ik ga daar een leuke pagina van maken. Ik ga daar foto's van maken. Ik ga ze namelijk niet morgen maken. Ik denk dat ik daar dinsdag mee aan het werk ga. Dus dat ik dinsdag de pagina's ga maken die ik nog moet maken. Je hoeft niet elke dag een pagina te maken. Je kunt er ook een aantal achter elkaar maken. Dat heb ik ook wel eens gedaan en is helemaal niet erg. Heb je niet elke dag de tijd om een pagina te maken, maakt er niet zo'n probleem van. Je kunt ook best wel eens een aantal dagen op één pagina doen. Als je echt geen tijd hebt om daaraan te gaan zitten, dan maak je een pagina en dan schrijf je daar drie datums op. Dan is het voor die drie datums heb jij die pagina gemaakt. Maar ik probeer het elke dag wel te doen. En lukt het mij niet, dan haal ik dat gewoon de volgende dag in. Dus het is vandaag zaterdag de 30ste. Morgen de 31ste. Eerste Pinksterdag, we krijgen visite, we gaan barbecuen. Tweede Pinksterdag is het al 1 juni. Dat ga ik dus in mijn nieuwe boekje doen. En ik ga hier nog een overzicht maken van de maand mei. En dan gaan we vanaf de volgende video die ik ga maken over de boekjes. Daar ga ik in het nieuwe boekje werken. Ik ga dan ook langzamerhand weer beginnen met andere video's te maken. Dus ik ga niet alleen maar werken in dit boekje. Ik heb al een aantal ideeën aangedragen wat je kon doen. Ik heb verteld hoe je flapjes kunt maken. Ik heb laten zien hoe je op zwart uit de voeten kunt met een witte marker. En ik heb verschillende ideeën aangedragen. Wat ik voor de maand juni nog wil gaan doen. Ik wil nog gaan laten zien hoe je een compositie kunt maken met de die cuts van Art by Marlene. Ontzettend handig om te gebruiken. Maar ik ga nog laten zien hoe ik dat doe. Want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dus dat gaat nog aan bod komen in de volgende video. Maar we gaan zo langzamerhand ook weer over naar wat andere video's. Voor vandaag dus. Foto's toevoegen in je creatief dagboekje. Het kan allemaal. Maak er gewoon je eigen van. Doe gewoon wat jij leuk vindt. Ik ga nog even lekker voor mezelf aan de slag. Ik zet de waaier aan. Het is behoorlijk warm hier op mijn frutselzolder. En ik hoop jullie snel terug te zien bij je volgende video. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je nog niet geabonneerd op mijn videokanaal? Doe dat vooral. Zo mis je geen enkele video meer. Ik heb nog geen echte uploaddagen. Daar ga ik me nog voorlopig even niet aan houden. De video's komen zoals ze komen. Dus abonneer je vooral op mijn videokanaal. Dan mis je geen enkele video meer. En als je een video leuk vindt, geef dan eens een duimpje omhoog. Voor mij een teken dat ik goed bezig ben. En heb je een opmerking, zet ze er ook gewoon in. Ik vind alles prachtig om te lezen. Nou, dit was het echt voor vandaag. Ik ga lekker aan de slag. En ik hoop jullie zo snel mogelijk weer terug te zien bij een nieuwe video. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot snel.